Deze nieuwsopname, nieuwsuitzending, ik denk wel dat ik hem uit ga zenden hoor. Dat behelst een vraag aan jullie. Iets waar ik zelf niet uitkom. En nou weet ik toch wel wat van wiskunde en zo, maar ik snap hem heel even niet. Kijk, ik heb hier Google Maps. Ja? Dit is de plek waar ik woon. Dat is de Rodenburgstraat. En ik woon niet bij die rode stip, maar ik woon ongeveer daar. En op de achterkant, op het balkon, heb ik een foto gemaakt naar het zuiden toe. Ongeveer zo. Ja? Richting de Rijn. En die foto die is van een paar dagen geleden. En die ziet er zo uit. Ik zal eerst die andere pakken. Deze. Dit is recht naar beneden gefotografeerd. En als ik hem helderder kan maken. Ik weet niet of je dat wat neemt. Maar hier heb je dus last van. Nu kan je denk ik wel zien. Hè? Dit is het balkon van mijn bovenbuf. En dit is het hekje. Hek. Tussen mij en mijn rechterburen. En daar zie je de maan. Ja? Nou, dan pakken we even terug naar deze. Dus ik kijk iets langs het balkon. Dus ik denk iets van zo. Ja? Dan ga je bijna regelrecht naar het zuiden. Of niet? Ja? Dan heb ik hier nog even ter verduidelijking. Dan heb ik eentje gemaakt. En dan ingezoomd op de maan. En die zie je hier. En hier kan je zien dat we het hebben over een volle maan. Ga ik ervan uit dat de maan een bol is. En de zon de lichtbron is die tegen de maan aanschijnt. Dan moet de lichtbron, de zon, achter mij staan. Maar dat is naar het noorden. Huh? Dus ik maak die foto zo. En dan achter mij, dat gaat dus zo. Dat gaat naar het noorden. Maar de zon was toch ondergegaan in het westen? Huh? Dit is duidelijk, dit is nacht. Huh? Misschien 11 uur 's avonds of zo. Maar de zon was toch ondergegaan in het westen? Is er. Ik snap het niet. Ik snap het echt niet. En wie dat nou wel snapt, leg het mij uit. De zon staat ook niet. Want dan moeten ze de zon bij het westen naar onder zijn gegaan. En dan gaat hij naar de andere kant van de aarde toe. Ja, dan neem ik aan dat hij niet meer tegen de maan aan kan schijnen. Dus de zon is kennelijk voor ons ondergegaan, maar niet vanuit de maan gezien. Ja, oké. Okay. Maar dan zou ik verwachten, omdat de zon ondergaat in het westen, dat is dus. Het westen is richting die kant. Hè? Dat je dan een halve maan hebt. Want de maan hangt in het zuiden vanuit mij gezien. En hoe kan je dan een volle maan hebben? Nou, dat is een mooie korte uitzending en een goede vraag. En degene die dit correct beantwoordt, die krijgt een chocoladereep. Maar dan wel een goede chocoladereep. Of een fles whisky. Kleintje dan hoor. Door mij groeit het geld ook niet op de rug. Maar het lijkt me wel een hele uitdaging. Om erachter te zien te komen wat hier nou aan de hand is. Iets voor derdejaars VWO-studenten, natuurkunde of zo. Ja, Perry snapt het niet. Want de zon die is in het westen aan de andere kant van de bol gaan hangen. Als je aanneemt dat de aarde een bol is. Maar goed, laten we aannemen dat de aarde een plat vlak is. Ja, dan zou het kunnen. Huh?
de theorie van... Nee, maar dat kan ook niet. Want de theorie van de platte aarde die zegt dat de zon niet zichtbaar is als die op voorbij een aantal kilometers is. Dat heet het verdwijnpunt. Maar dan kan dat licht dus wel dan voorbij verdwijnpunt naar de maan gaan. En vanaf de maan ketst het terug en dan kunnen we het wel zien. Want het is dan niet voorbij het verdwijnpunt. Ja, dan snap ik het nog steeds niet echt goed hoor. Nou, dat was toch wel een leuke vraag. Weet je niet? En heel officieel dan, hè, zeg ik op zijn hamburgers. Tjus. En kom met het antwoord. Lieverds.